politiek doet veel te weinig om klimaatverandering aan te pakken en dat moet veranderen. Daarom zijn we hier vandaag met zoveel mensen bij elkaar in Amsterdam voor de Klimaatmars. We maken ons zorgen over onze toekomst. Het is tijd om klimaat op nummer 1 te zetten. Doe het snel en ontken het allemaal niet. We kunnen niet wachten. Geen lege woorden. We willen gewoon goede groene energie. Mogelijkheden genoeg. En terwijl ze in Glasgow bezig zijn om een nieuw klimaatakkoord te sluiten wereldwijd, moeten we in Nederland ook meer doen. En dat betekent dat grote bedrijven een klimaatplicht moeten krijgen. Zodat ze echt minder CO2 gaan uitstoten. En natuurlijk moeten we geen gas gaan boren in de Waddenzee. Het vliegveld Lelystad openen is ook een van de slechtste ideeën ooit, zeker in deze tijd. In Nederland doen we heel veel bla bla bla, maar nog te weinig actie, actie, actie. We moeten echt stoppen met fossiele subsidies. Mark Rutte weigert dat. Vind ik onbestaanbaar. We moeten verantwoordelijkheid nemen. De klimaatrechtvaardigheid kan niet wachten. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het ook wordt. Al deze mensen willen die actie ook en tijd om daarnaar te luisteren. Het is tijd voor verandering. En daarvoor moeten we met z'n allen in actie komen. Laat met zoveel mogelijk mensen blijken dat we verandering van politici verwachten. En dat we het afdwingen in Den Haag. Teken de petitie.